Snelste man dus, Denies, 34-84, 2, Westerbroek, 34-97 en Weddemars met 35-25 nog de nummer 3. Als Botman aan de start staat voor zijn race tegen Kjell Nuis. 3 ritten nog. Gisteren de nummer 1 Botman met 34-79. Nuis zat daar verder vandaan. 35-20, was zeer zeker niet tevreden. Maar het verschil na die 1000 meter is maar 700ste in het voordeel van Janne Botman. Ja, Nuis pakte 16e terug. Ongeveer. Ook ploeggenoten. Ready. Goed weg. De eerste meters moeten voor Botman zijn. Kijk, knieën onder zijn lijf. Binnenkant van de schaats. Rijdt ver weg. Verlengt zijn slag. Hele seizoen al sterk. Opent opnieuw 9-7, net als gisteren. En dan moet nu Nuis op gang komen. Heeft hij hulp van razendsnelle Botman voor zich. Denies de snelste man tot nu toe met 34-84. Botman blijft voor. Botman loopt uit op Kjell Nuis. Janno Botman, een van de snelste 500 meter mannen van dit seizoen voor Nederland. Met 34-70 is sneller dan gisteren en zit vlak boven zijn persoonlijke record. Dit is dus een 10,5 PR. Zijn tweede tijd ooit gereden. Dik in de 34 seconden. Uitstekend gedaan. En een verschil gepakt opnieuw richting Kjell Nuis. Het verschil op die 1000 meter. Ja, wordt dan ongeveer 1/18 in het voordeel van Botman. Hier ook te zien dat het ijs kapot getrapt is al. Maar Nuis verbetert zich dus met 1500ste ten opzichte van gisteren. En Nuis moet tijd goed maken op Botman. Hij verliest er tijd op, maar moet ook tijd goed gaan maken op Krol en Schepenkamp. Nu de top 4. En vooral Schepenkamp.